Bitch, happy birthday, bitch. Hier, cadeautje. Oh, thank you. Ik ga vandaag nog eens vloggen. Het is super lang geleden. Welkom terug op mijn kanaal. Mijn naam is Tom of Tom V Makeup. En vandaag ga ik natuurlijk iets met make-up doen, zoals altijd. Maar ik heb nog een specialere missie, want ik ga vandaag naar Jamila. Ik ben eigenlijk nog een zakje aan het zoeken, want het is haar verjaardag vandaag. En ik ga natuurlijk mijn lege handen aankomen, dus ik heb wat dingen klaargezet. Een zak. Give me some light, please. Zij zal natuurlijk niet echt... Stel dat de video pas morgen toch zien, dus ze mag al weten wat er in gaat zitten. Ik heb voor haar een oogsalu. Such a bad lighting. Dus ik heb al wat dingetjes klaargezet, wat make-up spullen. Ik heb al dingetjes klaargezet, wat make-up, dat ik in een zakje kan steken, want ik kan niet met lege handen aankomen. En the girl deserves a little present. Dus ik heb een oogsalu paletje. Ik gebruik keiveel oogsalupaletten die gewoon super slecht zijn. Dus ik dacht, laten we eens een goeie geven. Ik heb ook een van mijn pigmenten, die zo van kleur veranderen. Ik denk dat ze dat wel tof gaan vinden, want zo speciale dingetjes vinden ze wel leuk. Dus ik heb deze. Ik heb ook nog een lipglossje. Een lipgloss voor haar, maar ze wel veel lipproducten aandoet. En ik weet dat ze zo wel houdt van iets van kleur op haar lippen. Dus ik heb iets niet gepakt die niet te licht is, maar ook niet te fel. Dus ja, hopelijk vindt ze deze een leuke. En dat is gewoon snel aan te doen als ze een video oppakt. En dan heb ik, omdat ze eindelijk nog hot op dieet is en ze kan niet te veel koekjes eten. Ook al maakt ze reclame voor Lu koekjes blijkbaar, omdat ze wel een sponsor zijn. Wij maken zo van die geurkaarsen. We zijn dat gestart in een lockdown. En ik weet dat ze een bepaalde geur kei lekker vond. En dat is cookies. Dus ik heb in deze. Het ziet eruit als een Sunday's milkshake. Ik weet niet of ze deze leuk gaan vinden, denk ik wel. Sowieso de geur ruikt naar koekjes. Als je dat aansteekt, heb je het gevoel dat je gewoon koekjes aan het eten bent. Dus het is toch gewoon ideaal voor aan Jamila te geven die toch geen koekjes kan eten momenteel. En ik weet dat ze deze geur... ook kei goed vond. En het ziet er ook wel mooi uit. Yeah, let's give her something special. Er stok een voetje in. Dat ze die kan opzetten. Voilà. Well, let's hope she likes it. Ik heb dat in de zakje gestoken. Let's get going. Mijn auto stikt al vol. Want ik ga vandaag make-up doen op haar. Voor haar verjaardag. Ik had dat een beetje beloofd. Dus... en we gaan ook een fotootje nemen en zo. Dus ik ga nu vertrekken. Want ik ben al best wel wat laat. Dus we gaan gewoon... vertrekken. Oeh, let there be light. Alright, het is altijd een miserie voor zo er te geraken, want dat is echt zo meer dan een uur rijden. Maar goed. Ik hoop dat ik niks vergeten ben of zo, want anders ik kan niet terugrijden. Hè. Anyway, het is veel te veel licht voor te vloggen en dat gaat toch in en al lawaai geven in een auto. Dat is meestal niet zo interessant om te zien naar een vlog in de auto. Het is zo lang geleden dat ik gevlogd heb. Tst. Ik was aan het denken, ik heb geen taart bij of zo, maar die is op dieet. Zou die een cheat day doen vandaag? Of zou die gewoon zoiets hebben van als je taart mee eet, dan frette die gewoon helemaal zelf op. Daar heb ik eigenlijk echt geen goesting in. Moet ik een taart gaan halen? Misschien zo'n klein taartje. Is dat er geen healthy taart? Zo'n groententaart, maar dat is ook keiveel calorieën, dat had ik ook niet willen fretten. Wat moet ik nou doen? Yeah, I'm gonna buy a little tart, hè. Weet je wat? Als ik een bakkerij op mijn weg kom, het is letterlijk nog 23 kilometer. Als ik op die weg een toffe bakkerij tegenkom, maar ik vind niet alle bakkerijen tof, dan ga ik een taart halen. En als ik geen tegenkom, dan niet. Nog 10 kilometer, ik heb nog altijd geen bakkerij tegengekomen. Waar hadden die mensen een brood? Bon, ik zin er, ik ga even gewoon, die waarschijnlijk kan naar buiten komen of zo. En ik ga dat cadeau pakken en even gaan aanbellen. Oh, het is zo fucking koud buiten. Oh ja, ik heb geen taart gevonden. Jammer.
Ah. Als je staat bellen. Dat is goed. Nee, dat mag niet, het komt gewoon wat in. Mag dat? Ja, ik ben mag dat. Is nog een bellen? Ah nee, geen moment. Hey, oh, amai, is een jonge vloer. Milo niet zo springen. Milo. Ja. Hey. Hoi. Oh. Ja, spring altijd. Schatter. Allee. Happy birthday to bitch. Happy birthday to bitch. Happy birthday to bitch. Happy birthday, bitch. Yes, cadeautje. Oh, thank you. It's happy birthday. Yes, happy because it's... Annie, we mogen niet kussen, want het is corona. You gave me one of your candles. Yeah. Rick. Rick. Ik hoor Rick. Ja, maar het is echt Die are making them themselves, hè. Dus ik heb deze gegeven omdat je dus geen koekjes mag eten. En dat is de cookie geur wat jij lekker vond. Ja, echt hè? You have to burn it. Allee, nu niet meer, hè. Stik de mel aan, hè. Ja, ja. I like it. Zit dat goed of niet in de zon? Dat is goed. Thanks. En dat is safe als je dan... En basically die verkocht hij nog niet, dus ik heb dat gewoon... Extreme gloss. Which color? Lipjes, ik dacht, ja, dat is open. Als ik het niet goed vind, kan ik nog ruilen, hè. Ik heb het open, hè, man. Nee. Daar zijn ik zo helemaal niet u in beeld van het filmen. Ik zou in de kast van het filmen. Ik ga het opdoen. Ah ja, doe het. Maar ik heb zo niks op, dus dat gaat raar zijn. Ja, nu is het raar. Maar als ik het goed doe... Ik moet een beetje meer pakken. Maar we kunnen wel niet meer ruilen, hè. Kunnen we al niet meer halen nu. Maar ik heb zo een kleur gepakt dat een beetje kleur gaf. Omdat je altijd wel zo iets kleur op ja, je lippen maar wilt. Dat gaat mooi zijn als mijn gezicht gedaan. Dank je. Dat zou ook mooi zijn. Allee, wat zit er nog in? Ah. Dat zijn die pigmenten die zo van kleur veranderen. Ah, die parelboel. Yes. You have to try it. Ja. You have to try it, hè. Ja. Ik heb dat gezien. But don't open it here, hè. Als dat valt, dan is dat poeier, is dat overal. Of, dat is pigment, ja. Maar dat is echt graaf. I'm so gonna use it. En it's very easy, hè. Je doet dat gewoon op je oog. Je blendt dat een beetje nut. En je hebt echt zo'n keigraaf en keivel kleur. Ja, it's like very... En alleen die kleur gaat vermoeden en nog mengen met andere Ja, mocht dat kleur met andere mengen. En ja, omdat je zo'n shitty paletten hebt, dacht ik van, ik zal eens een goeie geven. En zo heb je make-up tegenwoordig, like... Jenny! Ja, maar echt, zo. Je hebt je make-up gegeven. Sorry, dat is echt zo. Ja, ik weet het. Goed kleuren en iets feller ook. En ik heb vooral dat rood, want ik ja, heb heel, is, fel is heel, heel weinig feller. Maar de rest is allemaal toegankelijk, hè? Thanks. Is goed? Ja, dankjewel. Allee, happy birthday, thank bitch. Is dat zwart? Dat is zwart, ja. It's black. I like the colors. Oh, I'm so gonna do a make-up look on myself here all. Ja, yeah, you have to, hè. Ah, dat is goed, dan moet ik het niet doen. Ja, je doet het, hè. Ik moet leren van de business. Jens, wat gaan we doen? Ja, ze gaan blijkbaar een redelijk glam look doen, zo Kim K inspired. Dus ik ben benieuwd. Ik heb van de week een compliment van iemand gekregen dat ik op Kim Kardashian lijk. Niet geloven. Ja, ik heb het gekregen. Ik zeg niet dat het waar is, but I got the compliment. I was feeling myself. Nou, wie dat je zei, Google Translate of wat? Nee, een fan. Ja, die zeggen alles. Ja, voelen. Ja, maar ja, als dat fantastisch zal dat wel zo zijn, zeker, hè? Dus, allez, bon, laten we zeggen dat deze de voordingen is. Maar dat is hier fel licht, zeg. Kan het hier wat lichter? Oh, oei. Donkerder. Ja, donkerder. Ja, dan zien we walletjes beter, hè. Kwestie van het verschil voor en houden. Ja. Maar het valt eigenlijk mee, wallen, tegenwoordig. Ja, dat is omdat ik zijn afgevallen en gezonder eet waarschijnlijk. I'm zooming in, maar weet dat die camera totaal niet inzoomt. Hè. Scherpstellen. No. Maar dit is voor? Ja. Waarom moet dat nooit niet scherpstellen bij mij? It's the G7X, hè? What do you expect? Jij hebt die aangeraden naar mij, die camera. Ja, dat was de allereerste camera. Hè. En daarna heb ik een RX100 Mark 5 gehad. En dat is een betere. Ja. Yeah. En nou heb je de shit. Die ik heb, is ook cool. Ja, dat is degene die ik heb. Ja, die had aan mij. Welke? Deze? Nee, degene die hij nu heeft, is degene die ik als tweede had. Deze was mijn eerste. Ja, dus als er iemand met een camera wilt kopen, Canon G7X. Supergoeie camera. Goeie focus. Focus, ik zat. Sowieso dat ik nu out of focus in mijn anyway, allez, this is the voor. Let's just like do a little twisting, eh?
Can we take it back? Dear boy. Baba and Keisha, booing. You know. Keisha. Keisha. Sluit je ogen? Nice. Amai, wie heeft dat gedaan? Jens. En dat Jens heeft wel het haar gedaan. Ze is de pretty hair. My birthday hair. Birthday hair, birthday titties. Want die zijn ook helemaal gebronst, maar je ziet dat niet zo goed in deze licht hier. Moest we wat meer licht hebben, dan you can see the shine. Allee. So, we're gonna take some pickies. Is het blij dat je... I look very, very cool. Nu zijn kikkers ook on my birthday. Not. Nu kan ik alleen maar u nog filmen. Nee, dat kan niet. Allee. Happy birthday. Bye. Bye. Allee, we gaan foto's trekken. Ja. Ah, maar het is hier donker. Bon, we zijn dus klaar met de foto's pakken. En she... Maar is dat op beacon of light hier? Ja, en ook mijn witwaber, dus dat gewoon niet. Allee. Ja, dus she... Hi. Sorry, ik mag niet lager filmen blijkbaar. Waar. Dus foto's aan het selecteren. We hebben kei mooie foto's genomen. Ja, ik heb echt mooie foto's aan mij. Maar zie mij. Gorgeous. Sorry, maar ik kan er niet mee zijn. Ja, sorry hè. You need me in your life hè. Forever. We kunnen wel niet goed zien eigenlijk. Nee, wat moet ik doen dan? Die cijfertjes doorsturen of wat? Dus wacht, nu zijn we foto's aan het selecteren. Dus, ja, WhatsApp gewoon die nummers doorsturen. En dan ook, die moeten een beetje bewerken. Hè. Alleen zo fleurjes zetten en zo. Ik doe niks anders dan die foto's. Nee, nee. Ja. Bon, ik zit ondertussen thuis, juist op tijd voor niet de avondklok te overschrijden. Nee, het is niet waar, het is nu 11 uur of zo, denk ik. Of hoe laat is het? 10 uur, 10:30? I don't know. Anyway, ik denk dat deze de kortste vlog is dat ik ooit gemaakt heb waarschijnlijk. Kort maar bondig, denk ik. Ik weet niet, ik zal er wel zien aan het editen zijn. Ik heb het gevoel dat ik zo 5 minuten gefilmd heb ofzo. Dat was super leuk. Again, happy birthday Jamila. You're such a good friend. En ik hoop dat we nog elkaar vele leuke jaren mogen kennen. Of zoiets. Voilà. Oké, dit kan hier afsluiten. Geef de video zeker een like als je hem leuk vond. Vind je dat leuk dat ik sowieso af en toe vlog? Ik kan alleen ook wat meer doen, want ik doe wel wat dingen effectief. Maar ja, ik weet niet. Ik heb zo niet vaak de neiging om een camera vast te pakken en te vloggen, omdat dat niet zo direct mijn ding is. Ik doe meestal zo van die video's waar je ik weet niet lang aan moet gaan editen. Maar als je dat tof vindt, dat ik gewoon zo mijn leven een beetje... Als je dat interessant genoeg vindt, dan zeg ik mijn leven zo'n beetje film en vlog, moet je altijd laten weten. Als ik daar niks over hoor, dan doe ik dat ook niet zoveel. Maar geef de video zeker ook een duim als je hem leuk vindt. En ja, dan hoop ik jullie de volgende keer terug te zien. Misschien bij een vlog, misschien bij een andere video, ik weet het nog niet. Misschien binnen 2 maanden. Ja, yeah, I have to figure out wat ik ga doen met YouTube, hè, want it's like... Yeah, like... One time I'm filming and the other I'm not, hè. Anyway. Tot de volgende keer. Bye.